vanavond 12.700 toeschouwers in het MAC3 Park Stadion. Ik denk dat wij vandaag best de eerste helft hebben gespeeld van het seizoen. Zeker in de eerste helft. In de kleedkamer heb ik ook gezegd van je kunt wel van PSV verliezen, maar je kunt niet verliezen door je erbij neer te leggen. Dan gaan we strijden ten onder. Goedenavond, welkom bij de persconferentie na afloop van het duel tussen PEC Zwolle en PSV. Vanavond 12.700 toeschouwers in het MAC3 Park Stadion. En een wedstrijd die is geëindigd in een 0-4 score. Ik denk dat wij vandaag best de eerste helft hebben gespeeld van het seizoen. Zeker in de eerste helft. In alle opzichten vind ik, speelde met veel druk naar voren. Sterk aan de bal, achterin goede oplossingen. Heel vast in de passing. Ja, zo zie ik het graag. En, ik was blij dat ik een stijgende lijn naar AZ zag van de ploeg. Goed op voorsprong gekomen. Ik denk verdiend. Maar weet je altijd als trainer dat er nooit twee keer dezelfde helft zich aandient. Dus de tweede helft was misschien iets minder. Het heeft ook te maken dat met wat omzettingen. Ik Zwolle probeerde nog wat teweeg te brengen. We hebben overwogen of we ons moesten aanpassen, maar ja, tot in de eindfase hebben we ermee gewacht. Omdat ik vond dat we gewoon niet veel weggaven, wel goed in de wedstrijd en gevaarlijk bleven voorin. Het duurde nog wel vrij lang voordat we eigenlijk de wedstrijd helemaal in de slot gooiden. Maar ja, ik heb die jongens complimenten gegeven. Vorig jaar liepen we nog wel eens tegen één of twee goals aan. Nou, nu tot 0 gespeeld en toch die score uitgebreid naar 4-0. Dus, en daar zeer iets spreken over. Ja, dan kom je ook op het verhaal van de eerste en de tweede helft. Want we hadden allerlei mooie plannen om vroeg druk te zetten. Nou, dat lukte totaal niet. En we willen toch altijd van achteruit opbouwen. En daar brachten we elkaar eigenlijk meer in de problemen. Dan dat we echt goed aan het voetballen waren. Het is een uitstekend PSV. Maar waar we de hele week op gehamerd hebben en waar ik echt een geweldig gevoel bij had, dat is de eerste helft helemaal niet uitgekomen. En dat heeft denk ik toch te maken dat de resultaten wat minder zijn. En speelt hij een goede tegenstander. En dan is angst en een gebrek aan vertrouwen. Ja, dat is echt schrijnend. Want PSV was echt veel en veel beter in de eerste helft. In de tweede helft zijn we omgeschakeld naar 4-4-2 met een ruit. Maar met name de laatste minuut in de kleedkamer heb ik ook gezegd van je kunt wel van PSV verliezen, maar je kunt niet verliezen door je erbij neer te leggen. Dan gaan we strijden ten onder. En dan is het gewoon jammer dat je dat niet vanaf de eerste seconde doet. Want het was in ieder geval de tweede helft tot de 3-0 was het in ieder geval een wedstrijd. En dan krijg je wat mogelijkheden. Het schot van Nijland, twee keer Menige die de bal niet goed meekrijgt. En dan uiteindelijk weer een vrije trap van de zijkant worden 3-0. En dan schiet Bergwijn er nog één in het kruis. Maar met die tweede helft, daar kan ik wel iets mee. Maar dat is wel iets dat we in ieder geval hebben laten zien dat we dat kunnen opbrengen. Want alleen goed voetballen, de eerste helft trouwens ook niet deden, dat is niet genoeg. Er worden ook andere dingen vereist. En dat hebben we in ieder geval de tweede helft hebben we dat laten zien. Graag tot ziens op zondag 11 september bij PEC Zwolle FC Utrecht. Succes. Een fijne loting. Succes. Ja, succes.